Mogen seizoensarbeiders uit Roemenië en Bulgarije toch nog in Nederland aan de slag of niet? De rechter in Den Haag buigt zich vandaag over die vraag. De Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie, de ZLTO, spande kort geding aan tegen minister Henk Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ja, veel tuinders dreigen te weinig werknemers te hebben om het seizoen mee door te komen. Nou, verslaggever Joachim van Maren staat op dit moment in Den Haag, volgt de zaak. Ja, Joachim, is er al iets duidelijk geworden? Nee, nog niet. De advocaat van het ZLTO heeft vanochtend zijn pleidooi gedaan. De landsadvocaat is nu bezig. Dat is de advocaat van de minister Kamp. Dus het loopt allemaal nog. Ja, en hoe zit dat nou precies? Hè? Waarom mogen die Roemenen en Bulgaren nou niet hier aan het werk? Ja, minister Kamp zegt eigenlijk vanaf 1 juli, dat is de deadline, mogen tuinders dus niet meer gelijk teruggrijpen op hun vaste seizoenswerkers uit Roemenië en Bulgarije. Maar we moeten eerst maar eens gaan kijken in eigen land. Want er zijn hier genoeg mensen met een uitkering die werk zoeken en dat werk net zo goed bij die tuinders zouden kunnen invullen. Misschien zou dat wel betekenen dat het wat langzamer gaat, wat extra scholing. Maar ze moeten toch dat proberen, want die mensen zijn er nou eenmaal. En daarom worden er voorlopig vanaf 1 juli dus geen vergunningen meer verleend aan Bulgaren en Roemenen die hier eerst altijd kwamen werken. Ja, er zijn ook veel tuinders bij jou daar bij de rechtszaak aanwezig. Wat betekent dit voor hen als zij geen Roemenen en Bulgaren mogen inhuren? Ja, je ziet ze inderdaad in de zaal nee schudden als toen de landsadvocaat aan het woord was en zei ja, er zijn hier genoeg arbeidskrachten die zo ingezet kunnen worden. Zij vinden, de tuinders, dat mensen met een uitkering, dat is hun ervaring, vaak binnen een paar dagen niet meer terugkomen. Ze vinden het werk te zwaar. En de seizoenswerkers die ze hebben uit Bulgarije en Roemenië, dat zijn harde werkers. En ja, natuurlijk ook goedkope werkers. En dat is natuurlijk heel interessant voor die tuinders. Dus daarom willen ze zo graag dat deze mensen een vergunning krijgen. Maar ja, voorlopig zegt minister Kamp, dat gaan we niet doen. Kijk nou eerst eens in eigen land.